Yo, mijn naam is Chef. We zijn vandaag in Zwolle om PEC Zwolle-speler Tariq Efge voor één dagje te gaan volgen. En daarin neem ik jou mee. Tariq. Chef, jongen. Hey, jongen, hoe is het? Goed, man. Met jou? Ja, lekker. Lekker getraind? Ja, man. Lekker. Waar ben je eigenlijk begonnen met voetballen? Ik ben begonnen bij IJsselmeervogels toen ik 6 was. Dat is een club bij ons in het dorp. En daar ging ik vanaf mijn... Even kijken. Ik was 6. Tot mijn 9e heb ik daar gevoetbald. Toen ging ik naar Vitesse. En hoeveel jeugdteams heb je doorlopen bij Vitesse? Poeh, volgens mij heb ik daar 10 jaar gevoetbald. En heb je altijd als verdediger gevoetbald? Niet altijd. Ik heb naast centraal verdediger heb ik ook nog eens rechtsback gespeeld, rechtshalf gespeeld, verdedigende middenvelder gespeeld. Ja, ik heb het hele middenveld heb ik wel afgelopen, zeg maar. Alleen ik ben geëindigd als centrale verdediger. En dat is ook je favoriete plek? En daar gaat inderdaad ook mijn voorkeur uit, ja. Je voetbalt nu opeens bij PEC Zwolle. Waarom ben je weg bij Vitesse? Mijn contract liep in de zomer af. Toen hebben we in samenwerking met de club, alles ging gewoon in overleg, hebben we besloten niet te verlengen. Ik had wat interesses van buitenaf, voornamelijk uit Turkije. Uiteindelijk is dat niks geworden. Hé, hey, Tariq, lekker autootje van de club hoor. Nee man, deze is van mij, deze is niet van de club. Hey, alle voetballers luisteren wel een beetje muziek in de auto, toch? Ik neem aan, jij luistert alle mensen, wel... toch? Ja. Maar jullie luisteren ook iets van rap of zo, neem ik aan. Ik vind jou echt zo iemand die rap luistert. Jawel, jawel, zeker. Iets van Boef of zo. Boef, zeker, ja. Boef? Ja. Laat even wat horen dan, wat je luistert. Wat ik normaal luister? Ja, wat je normaal altijd luistert. Dat gaat dan wel meestal zo. Doe maar helemaal op de Tariq manier. Ik vroeg eigenlijk wel een beetje Hollandstalige muziek. Iets van Hazes, Lange Frans. Hey, ik ben van alle markten thuis. Voor mij geen probleem. Hij staat er gewoon tussen. Staat hij er tussen? Tuurlijk, man. Als jij veel goede mensen, maar slechte zijn er ook. Helaas, het is waar. Ik heb voor jou een uitdaging. Ik heb voor jou een mooi paar schoenen in de auto liggen. Waar schoenen wil? We gaan een latje trappen. Okay. Ja, wie als eerst 3 keer de lat raakt. 3 keer, ja. Als je van mij wint, krijg je mijn schoenen. Ah, joh. Hé? Te lopen. Wie is zo laag, jongen? Ja. Ah. Maak maar, 2-2. Twee, man. Oei. Lekker zitten. Tariq, gefeliciteerd. Hoe is het gedaan, blijven hier, schoenen blijven hier helaas. Je was close, man. Ga met lege handen naar huis. Het centrum van Zwolle. Ja. Ben je wel eens in Zwolle geweest? Dit is de eerste keer. Eerste keer? Hoe lang voetbal je nou al hier in Zwolle? Sinds augustus. En dan is dit je eerste keer in het centrum? Ja. Hoe is het opeens om bij de A-selectie te zitten? Ja, dat was wel een hele verandering. In één keer wordt het toch allemaal heel serieus. En dan bij Vitesse in de jeugd was het vooral opleiden. Hè, dan was winnen was belangrijk, maar was niet alles. Maar nu is dat alles gewoon in het teken van winnen. En ja, dat is toch wel een hele verandering. Want je hebt eerst ritme opgedaan bij Jong PEC Zwolle, of hoe ging het? Ja, ik kwam hier en ik begon gewoon bij de beloftes. En al gauw mocht ik trainen met het eerste. En op een gegeven moment kon ik vaker trainen met het eerste. En toen riep Ron Jans me tegen Ajax voor het eerst bij de wedstrijdselectie. En nu is dat volgens mij al de 10e keer dat ik bij de wedstrijdselectie zat. Hoe is jouw situatie hier binnen de club? Bijvoorbeeld jouw plek in de kleedkamer, hoe je voelt, de eerste aankomst hier? Ja, Zwolle is gewoon een hele warme club en je hebt een beetje het familiegevoel heb je hier. Dus je komt binnen, je voelt je gelijk welkom. De mensen behandelen je gewoon leuk,
hoe het hoort. Ik voel me hier gewoon, gewoon thuis. En hoe is de sfeer in de kleedkamer als jullie bijvoorbeeld verloren hebben? Ik persoonlijk kan heel erg slecht tegen mijn verlies. Dus ik ben er meestal wel een dag of twee ziek van. Maar daarna probeer ik me toch weer te focussen op de volgende wedstrijd. En hoe is het om in de kleedkamer te zitten met ervaren jongens zoals Wout Brama en Lars Veldwijk? Ja, dat is ook mooi natuurlijk als voetballer zijnde. Je wilt gewoon proberen te leren van die jongens, want je traint met ze. Dus je hoopt toch gewoon beter te worden. En daarnaast brengen zij gewoon toch wel ervaring met zich mee. Ze weten wat een wedstrijd vraagt, ze weten wat bepaalde momenten vragen. Dat is toch wel mooi om daarmee te werken. Je hebt onlangs je debuut gemaakt tegen Cambuur uit. Hoe was het? Neem me mee in het moment. Ja, trainer roept je naam, Tarek, klaarmaken. En dan, dan begint het toch wel een beetje te kriebelen. Dames en heren, wissel bij PEC Zwolle. Quincy Menig met nummer 11 wordt vervangen door de speler met nummer 48, Tarek Everijn. En je moeder, hoe reageerde je moeder? Ja, die heeft het zelf niet kunnen zien, maar ze was wel apetros natuurlijk. Oké, en hoe is het als je bijvoorbeeld hier in het IJsseldelta stadion loopt en de tribunes zitten helemaal vol? Wat voor gevoel krijg je dan als je dan hier gewoon het veld op loopt? Ja, dat is ook mooi. Natuurlijk, iets moois kan bijna niet. Ik bedoel, je loopt een vol stadion in en dan doet dat toch wat met je. Je bent 19 jaar oud en je zit niet meer op school. Hoe kan dat, man? Een mens moet keuzes maken, hè? En ik koos toen die tijd voor voetbal en dat is tot nu toe vrij goed uitgepakt. Maar als je nou bijvoorbeeld over een jaar een ernstige blessure krijgt waardoor je heel lang niet meer kan voetballen, hoe zou je het dan weer op gaan pakken? Dan heb je geen diploma. Ja, dan ga je gewoon revalideren en dan gewoon weer focussen op het voetbal. Je moet altijd focussen op het voetbal, je moet geloven in hetgeen wat je doet. En daar moet je gewoon volledig achter staan. Ja, want als je stopt, ben je een jaar of 34 of zo, neem ik aan, ongeveer. Klopt, ja, zoiets. Dan heb je geen diploma. Hoe ga je het dan aanpakken? Ja, goed, ik heb de ambitie om later als trainer verder te gaan. Dus ik hoop daarna gewoon mijn brood te kunnen verdienen als trainer zijnde. Maar goed, daarnaast hoop ik gewoon dat ik na al die jaren profvoetbal me geen zorgen meer hoef te maken over wat ik na mijn 34ste ga doen. Wat zijn eigenlijk je ambities en bij welke club zou je later wel willen spelen? Poeh, ja, je ambitie is het hoogst haalbare natuurlijk. En voor sommigen is dat Ajax, voor sommigen is dat AC Milan en voor sommigen is dat Real Madrid. Ja, waar de lat ligt is moeilijk om te zeggen in de voetbalwereld. Omdat je kan in één keer, binnen twee jaar ben je in één keer weg. Ik bedoel, er zijn genoeg voorbeelden. Dus ja, ik hoop natuurlijk het hoogst haalbare uit mijn carrière te schrijven. En als je naar een club kijkt in het buitenland, welke club zou je dan graag voor willen spelen? Poeh, in het buitenland zijn heel veel mooie clubs. Maar ja, dan heb je natuurlijk Real Madrid, dat is... Dat is jouw club? Dat is een droom en dat is ook de club die ik al sinds jongs af aan support, ja, zeker. Oké, want stel als de traditionele top 3 van de Eredivisie, Feyenoord, PSV, Ajax, bij jou aankloppen. Voor welke club zou je dan kiezen? Dan moeten we praten en dan... Dat kan ik niet zo zeggen. Nee? Nee, dat kan ik niet zomaar zeggen. Nee. Tarek, chef. Hartstikke bedankt jongen voor vandaag. Graag ik heb genoten. Het was we hebben gezellig. Lekker gegeten, we hebben lekker gevoetbald. Ja, man. Je hebt mooie verhalen verteld. En zeker. We zien elkaar vast nog wel een keer in de toekomst. Ja, dat komt wel goed, man. Bedankt voor het kijken hier vanuit het IJsseldelta Stadion in Zwolle. Volgende week zijn we er weer. Vergeet niet te abonneren en te liken. En dan ja, tot volgende week.